Goedemorgen! Ik ben hier samen met Blondie. Blondie had even goedemorgen. Daan is op dit moment naar de bak toe en die heeft als eerste les. Ik heb daarna les. Oh, ze gaat gelijk even plassen. Nou, lekker. Kijk, staat heel mooi met haar hoofd naar buiten. Gewoon naar mensen? Nee, toch? Nee. Ik heb Blondie net gepoetst. Mijn spulletjes, die staan daar. Ik sta hier nu even. We gaan het aan het praten. Ze hebben hem nu allemaal achtergelaten. Daan heeft de telefoon nog niet gelaten. Die kan ik wel gebruiken als. Het werkt gewoon. Kijk. Maar ik ga denk even een foto maken voor Insta en Snapchat. En dan ga ik mijn spullen denk ik maar rustig pakken. En even bij Daan kijken. Even naar de wc toe. Gisteren hebben we natuurlijk zitles gedaan. En dat zou je kunnen zeggen is een van de ingrediënten die je moet trainen. En gewoon wekelijks gaan doen. En dan zou je merken dat je steeds meer dat wat je in je zitles leert en ontwikkelt kan gebruiken tijdens je gewone rijden. Dus ik ga zeker nu ook daar wel wat op letten. Maar niet alleen maar, want daar is weer die zitles eigenlijk voor. Dus waar zou jij het liefst nu vandaag aan willen werken? Moet ik het verzinnen? Proefje zondag. Proefje zondag heb je? Ja. Oké. Okay. B. De proef 3 en 4 toch? Ja, volgens mij wel. Oh, dan kunnen we daar ook wel eens even dat ook meenemen. Nou, probeer voor jezelf heel goed consequent te zijn in wanneer je been hebt gegeven. Dat je daarna weer je knieën wat lager brengt, wat meer naar het zadel. Yes, precies. Niet alleen hou je dan een goede beenhouding, maar het wordt ook voor het paard wordt het verschil heel duidelijk of jij je been aan hebt of niet aan hebt. Dus aan de ene kant is het een nadeel dat je been wat van hem afsteekt. Aan de andere kant is het een voordeel, want je kan een heel groot verschil maken. Snap je wat ik bedoel? Ja. Kijk, als je grote paard, je been is kort, dan ligt je been in principe altijd wel tegen het paard aan. Dus die voelt hij altijd. Maar jij kan dus heel groot verschil laten voelen van mijn been is niet tegen het paard en hij is wel tegen het paard. Dus als je daar heel bewust gebruik van maakt, kan je hem eigenlijk juist heel goed aan je been brengen. Oké, draaf maar aan. Goed. En je handen. Denk weer eens dat je wijnglazen in je handen hebt. Bedenk als je aanleuning, meer aanleuning wil. Zodat hij meer het bit aanneemt, naar het bit toe gaat. Dat je dan ietsje meer voorwaarts drijft. Dus op het moment dat je voelt in je hand dat de aanleuning wat instabieler wordt, wat onrustiger. Dat je dan iets voorwaarts rijdt. Goed zo, grote volt hier. En probeer je hem steeds op die volt een paar meter iets naar rechts meer te buigen. En als hij dan mooi volgt, maak je hem weer iets rechter. En dan weer een paar meter iets meer buiging naar rechts. Zodat je hem mooi losmaakt. Een beetje rekt en strekt eigenlijk. In die rug en hals. Klaar. Hier wat meer buiging naar rechts. Iets meer nog. Niet doen. Goed zo. Goed zo. Daar ja. En weer helemaal recht. En weer meer buiging naar rechts. Goed zo. En weer helemaal recht. Totdat hij dat mooi volgt en erop nageeft. Dus nog iets buigen. Ja, daar. En dan weer recht en iets voorwaarts. Dus eigenlijk test je, buiten het feit dat je je paard daar een beetje mee gymnastiseert, hè, steeds soepeler maakt. Test je eigenlijk ook van, okay, als ik in dit geval met mijn binnenteugel wat naar binnen stuur, volgt hij daarmee in hoofd, hals. En op het moment dat je dat steeds even doet en weer niet en weer even doet, dan krijg je dat het paard daar steeds makkelijker in gaat volgen. Terwijl als je de weerstand die hij een beetje op rechts heeft houdt, of je probeert de hele tijd te buigen, dan blijft die weerstand in het paard ook. Dus het is eigenlijk noemen we dat dynamisch moet je trainen.
Het is heel afwisselend. Je buigt 5 meter, je laat hem weer. Je buigt 5 meter, je laat hem weer. En een volt een klein beetje verkleinen. Tot aan een volt 15 meter om ons heen. Het is een mooie buiging trouwens. Heel goed. Klaar. Stuur hem naar binnen nog iets meer. Daar ja. Nog meer de volte verkleinen. Kleiner. Daar, goed. Dit is mooi, goed. En dan blijf je op dit voltetje. En doe je hetzelfde. Dan maak je weer iets rechter. Dus meer buigingstelling daaruit. Terwijl je op die wat kleinere volte blijft. Ja, precies. En dan nu weer iets meer buigen. Lijkt alsof je de volte nog meer gaat verkleinen. Totdat die... Ja, precies. En weer rechter. Goed. En dan is het doel dat hij steeds makkelijker reageert op de hulpen die jij geeft om naar binnen te sturen en te buigen. Dat de weerstand die hij daar nog een beetje bij geeft, bij elke keer dat je dat doet, wat minder wordt. Goed zo. Mooi. Mooi stabiel. Even een stap. Goed, lange teugel. Maar ook in die buiging is die wel al makkelijker geworden dan vorige keer. Soepeler. Pauze voor het paard, maar ook voor jezelf, is eigenlijk echt helemaal teugel los. Dus geef je teugel maar helemaal. Zo. Belangrijk, dan kan het paard even helemaal zijn eigen ding doen. Want hij levert natuurlijk inspanning. We zijn hem een stukje aan het gymnastiseren zo, die buiging. Dan moet je voor inspannen. Nou, doet hij goed. Dat stukje rondje even af, lange teugel, helemaal los. Anders is het eigenlijk nog niet, als je hem aan de teugel houdt, ben je toch altijd nog wat aan het doen. En is het eigenlijk nog niet helemaal fysieke en mentaal ontspanning voor het paard. Ja. Maar snap je dat stukje, want dat is echt een belangrijk stukje. Hulpen die je geeft, zijn om het paard iets te laten doen. Daar wil je de gewenste reactie op. Nou, bijvoorbeeld je stuurt naar links, dan moet hij reageren naar links en buigen. Maar er zit er ook altijd iets niet gewenste reactie bij. Dus, dat zie je een blondin ook, een beetje weerstand of kantelt iets of reageert niet meteen. En dat je door dus heel vaak die hulp te herhalen, dat je meer de gewenste reactie krijgt en steeds minder, noem ik altijd, de rommel erbij, de weerstand erbij. Terwijl als je je hulp heel lang blijft doen, ja, dan is dat eigenlijk dus maar 1 keer... En dan kan je eigenlijk niks mee verbeteren. Terwijl als je op 1 volte 6 keer dat herhaalt, ja, dan ga je dingen verbeteren. En dat dan de eerste keren dat je iets vraagt van het paard, dat dus nog niet zo is als je misschien wil, dat is logisch. En dat moet je ook accepteren, want door de herhaling wordt het beter. Is het dan helemaal goed? Wil het ook niet zeggen dat dat altijd goed blijft. Het kan maar zo zijn dat als je een rondje later bent, je vraagt weer die reactie dat je het misschien weer even een paar keer moet herhalen. En het is dus belangrijk dat je dat wat niet goed gaat, niet zozeer ziet als een fout die je wil voorkomen, maar die je dus juist moet laten gebeuren, zodat je weet wat je op te lossen hebt. Dan kan je ergens aan werken. Ja. Dat is belangrijk. Want dat is waar we zeker in dressuur, vind ik altijd training nog wel vaak de mist in gaan, mensen, wij allemaal. Dat we denken van, het mag niet fout gaan. Het moet altijd perfect eruit zien. Maar zonder fouten maken kan je niet leren. Dus ook als je iemand ziet rijden die denkt, nou, een helemaal perfecte proef. Die heeft dus heel veel fouten gemaakt om zo perfect te kunnen rijden. Een mooie quote is altijd, wat is het verschil tussen een leerling en een meester? Een meester heeft het al heel vaak gedaan. Ja. En heeft al heel veel fouten gemaakt. Yes, die heeft vooral heel veel meer fouten ook durven maken en gemaakt. Daardoor heeft hij meer geleerd. Maar dat waar we net aan gewerkt hebben, dan ben je dus bezig met de zijwaartse buiging. En de nagevelijkheid in de zijwaartse hulpen. Is ook gewoon een basisingrediënt die je eigenlijk elke hoek nodig hebt. Dus ook als je hoefslag volgt, dan kom je dat dus gewoon 4 keer tegen. En als die 4 keer... bij wijze van spreken op je insturen een beetje tegen de hand komt, heb je dus in het hoefslag volgen al 4 keer dat je paard tegen de hand in komt. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus hoe belangrijk het is dat het paard, als je naar links stuurt of buigt, super makkelijk volgt. Nou, dat ging net ook wel heel mooi.
En dat je op je binnenbenen paard naar buiten kan rijden, kom je ook elke hoek tegen. Want je buigt, maar je binnenbeen rijdt hem de hoek in. Nou, als een paard dat al niet kan op een volte, kan hij het ook niet goed in een hoek. En ook niet als je af bent bij A in elke wending, zeg maar. Nee, ging echt goed. Veel progressie ook gemaakt. En mooi om te zien hoe je de dingen gelijk weer oppakt en daar zelf al meteen mee bezig bent. Dus gaan we volgende keer kijken hoe dat huiswerk weer gevallen is. Ja. Mooi. Afvallen.